Paulius 16 blikken we terug met sterrenkok Dennis van der Belt in de keuken van het Rode Koper. Bereidt muziekcentrum Tyrion zich voor op Serious Request. En zijn we getuigen van de prijsuitreiking van het Samen Sterker Fonds. En kijken we naar de toekomst met winnaar Hartger van Diest. Aan de vooravond van de toekenning van de Michelinsterren blikken we bij het Rode Koper terug op afgelopen jaar. Ja, toen gebeurde het. Ja, dat is wel een gek huis. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat droom je denk ik als klein kind van. En, ja, als je dat dan met het team zo neer kan zetten, dat is natuurlijk prachtig. Terugblik, ja, ik denk eerder een achtbaan. Dat, was, ja, dat is wel denk ik een goede omschrijving. Ja, het was best heftig. Want veel op je af natuurlijk. Maar ja. Ja, ik weet niet of er nou echt zozeer heel veel is veranderd hier. We zijn natuurlijk wel, we gaan wel verder, maar ja, dat hadden we anders denk ik ook wel gedaan. Ik denk dat we de lat altijd hoger leggen. Ik weet niet hoe hoog de lat kan, maar nee, ja, ja. Ja, ik denk dat je jezelf altijd moet uitdagen. Ja, dat is wel belangrijk. Morgen, ja, ik ben voor morgen niet zo heel zenuwachtig. Wel gewoon spanning, maar niet, nee. Ik denk niet dat ze hem af gaan nemen of dat er nog een ster bij komt. Dat, nee. Ja, ik denk gewoon ook dat het eerste jaar zo'n, ja, wat ik al zei, zo'n achtbaan is geweest. Dus dan, ja, ik denk ook niet dat ze daar echt, ja. Kijk, aanloop van gasten en zo is in één keer best wel extra geworden daardoor. Dus ja, ik denk dat ze je wel even de tijd geven ook om. Even weer rust. De collega's willen natuurlijk wel even zien wat er allemaal gebeurt. Ja, dus dat is wel leuk. En ook vooral voor de jongens uit de keuken, als er veel sterrenchefs komen eten, dat is natuurlijk voor hen ook mooi. Ja, ik denk voor mezelf zijn we denk ik alleen maar nog beter geworden. Ik heb mijn team vergroot. Ja, veel meer voor mezelf gerechten verfijnd en heel erg bezig ermee geweest. Dus ja, ik denk dat we wel weer een goede stap hebben gezet. Zaterdagavond traden tal van muzikanten van muziekcentrum Tyrion op in Estrado, een echt poppodium waar het muziekcentrum een jam-sessie hield. Voor een aantal was dit gelijk een warming-up voor het muziekevenement dat voor aanstaande zaterdag gepland staat. Dan zullen artiesten van 2 tot 9 het podium bestijgen om zoveel mogelijk geld bijeen te verzamelen voor Ermelo's Serious Request. Op het Pauwplein in Ermelo zullen dan ook speciale items geveild worden. Zo willen de Ermeloers gezamenlijk in actie komen voor het goede doel. Ruim 30 jaar geleden werd vastgesteld dat het zwaartepunt van Nederland in het Puttense Bos lag. Onlangs maakte het kadaster echter in een uitzending van Klokhuis bekend dat die gegevens niet meer juist waren. Nee, dat punt bevindt zich net aan de andere kant van de gemeentegrens in Ermelo. De hoogste tijd voor actie. We gaan de plek in ieder geval markeren. We gaan er in ieder geval een bordje neerzetten dat wij trots zijn dat hier het zwaartepunt van Nederland ligt. Maar hoe komt dat nou? Omdat Nederland een klein stukje groter geworden is, de tweede Maasvlakte bij Rotterdam is aangelegd. Daarmee is er wat meer aardoppervlak aan Nederland gekomen. En daarmee is het zwaartepunt opgeschoven. En natuurlijk op een veel mooiere plek, namelijk in de gemeente Ermelo. En wij gaan kijken van voor de fietsroute er langs, een wandelroute er langs, geocaching eventueel, zodat mensen hier in ieder geval komen en in ieder geval weten dat hier het zwaartepunt ligt. Natuurlijk zijn we er trots op. Alles wat Ermelo op de kaart zet, daar gaan we voor en daar zijn we altijd trots op.
De vrijwilligers van de historische collectie van de KMS hebben 2 oude glas-in-loodramen terug kunnen halen naar de Jan Verschaffelaar kazerne. Ze staan op dezelfde oude plaats. Ze staan in het lesgebouw Koos van der Spek. Dat is in 84-85 is dat gebouwd. En ze zaten dus toen ze uit kampen kwamen, en dan praat ik over 1948-1949 na de oorlog, zijn ze geplaatst in de leerlingenkantine, wat nu de MOK is, hier in 501 boven de poort. Daar zijn... Dit zijn verstevige loodribbels, zeg maar. Oh, ja. En er zit er hier nog eentje, 2 decimeter hoger. En bovenin zit er ook nog één. Het is toegevoegd aan, mag ik het zo noemen, de geschiedenis van de Jan Verschaffelaar kazerne. Ik ben, toen ik hier kwam, in anderhalf jaar geleden, in januari 2015, heb ik geroepen, ik wil dus de geschiedenis van de Jan Verschaffelaar boven de kiem halen. Als ik het niet doe, als oud-leerling, doet niemand het. En dan gaat het gewoon verloren. Dus ik heb dan zo'n map, zo dik, en die wordt steeds dikker met de geschiedenis van de Jan. En die ramen komen toch echt naar de Jan Verschaffelaar, want ze zijn geschonken aan de SOI. In Kampen, toen kwam het woord Kampen voor het eerst op de mat. En de SOI is daarna, na de oorlog, in Jan Verschaffelaar begonnen. De ramen zijn meegekomen uit Kampen. Nou is de Jan Verschaffelaar weer bewoond, na 20 jaar leegstaan. Dus, het moet weer terug. En toen ben ik vlak voor de zomer, heb ik wat geheime wapens ingeschakeld. Connecties die ik nog kende. En die ook hoger waren gestegen in de hiërarchie. Ik zeg, jongens, ik heb een traditioneel probleem met de Jan Verschaffelaar kazerne. Jullie kunnen me waarschijnlijk helpen. En toen zei die meneer dus, die mij dus te woord stond. Hij zei, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Als je uitgaat van tradities, horen ze hier thuis. Toen riep een oud collega van mij in het ISK, die daar gewoon nog werkt. Hij zegt, Kees, ik heb een verrassing. De ramen staan ingepakt en die komen jouw kant uit. Nou, een luchtsprong aan deze kant. De trampolinespringers van Sparta Ermelo lieten afgelopen weekend in Alkmaar een knap staaltje werk zien tijdens de Nederlands kampioenschappen voor clubteams. Het B-team wist een bronzen plak te veroveren en in de C-klasse werd zelfs de landstitel in de wacht gesleept. Als eerste in de C-klasse is beëindigd. Sparta, C-klasse. Na jaren van afwezigheid is de sportverkiezing weer terug in Ermelo. Iedereen kan sporters en sportploegen nomineren en dat kan tot 19 december via de website www.ermelo.nl. De winnaar van het Samen Sterker Fonds 2016, geïnitieerd door Rabobank Rondberen, is geworden... Twee weken geleden won ondernemer Hartger van Diest het Samen Sterker Fonds met zijn plan Ermelo Centraal. We vragen hem naar zijn ideeën. We zijn hier deze week begonnen met het verbouwen van het station. En we gaan deze week nog dit helemaal leeg maken. Wat je hier kan zien, wat je zo meteen ziet. De wand gaat eruit deze week. De nieuwe wc wordt op dit moment gebouwd. Er komt een nieuwe vloer in, alles wordt geschilderd, nieuwe lampjes. Want waar ik nu sta komt een hele grote eikenhouten corner, bar, met allemaal koffieapparaten erop. En daar gaan we hele lekkere koffie maken. Met lekkere croissantjes, broodjes, muffins, dingen. En die kan je dan meenemen in de trein. Dat is heel lekker. Ermelo Centraal wordt een werkplek voor cliënten van GGZ Centraal. Die gaan hier helpen met koffie maken en broodjes verkopen. Maar ook heel belangrijk dus met OV-chipkaart, automaat. Want er gaat altijd heel veel fout. Het is lastig voor mensen die dat nooit gebruikt hebben. VV-informatie geven. WC schoonmaken. De fietsenstalling toezicht houden. Krantjes uitdelen. Gewoon zorgen dat het een leuke plek wordt. Er moet nog heel wat verbouwd worden, maar op 2 januari zal Ermelo Centraal geopend zijn. Het zijn de donkere dagen voor kerst. Tijdens koopavond vrijdagavond was dit wel heel erg letterlijk. Winkeliers vragen of iemand het licht weer aan wil doen.